Hoi. Zo, ik ben even lekker tegen een boom gaan zitten, zoals je ziet. Heerlijk. Want ik heb net even heel hard aan mijn bedrijf gewerkt. Ik heb namelijk een wandeling gemaakt van zo'n 8,5 kilometer. En tijdens die wandeling heb ik mezelf een vraag gesteld. Van wat is mijn volgende stap in mijn bedrijf? En tijdens die wandeling heb ik een notitieblokje. Kijk, hier. Notitieblokje meegenomen. En daar heb ik eigenlijk alles opgeschreven wat me opviel. Dus op een gegeven moment was er een bordje dat zei iets, daar stond iets op. Ik kwam bepaalde wegen tegen, ik kwam bepaalde dat het overwoekerd was en dat het ergens anders weer niet overwoekerd was. Ik kwam koeien tegen die in de stal stonden te stinken, ik kwam koeien in de wei tegen. Nou, er gebeurde van alles en ik heb het gewoon opgeschreven. Dus soms dacht ik, nee, dit geeft me wel een bepaald idee al. En andere keer dacht ik, ik weet echt niet waar dit over gaat. En dadelijk ga ik dat eens even teruglezen, misschien morgen en misschien volgende week of volgende maand nog een keer. Om daaruit de informatie te halen. Om de informatie eruit te halen van, ja, wat wil dit nou mij nou vertellen? Waarom ben ik dit tegengekomen? En nou, dat is dus een manier voor mij om met mijn bedrijf bezig te zijn. Om mijn bedrijf te managen eigenlijk. Om met nieuwe ideeën te komen. Ik heb al een paar nieuwe ideeën gekregen. Ik heb een idee voor een blog, ga ik dadelijk misschien wel schrijven. Of morgen. Ik heb een idee gegeven voor mijn webinar, wat ik volgende week ga geven, mijn eerste Engelstalige webinar. Dus zij heeft het al heel direct wat opgeleverd. Maar daarnaast is het dus ook gewoon heel interessant om te kijken van wat het aan indirecte, intuïtieve informatie heeft opgeleverd. Nou, ik zou zeggen, ga ook lekker op pad. Het is het seizoen van het mooie weer. Hè? En zelfs met slecht weer, dan kan je ook nog heel veel op pad gaan. Daar haal je ook heel veel informatie uit. Ga lekker op pad. Neem een boekje mee. Schrijf alles op wat je tegenkomt. Probeer het niet meteen te begrijpen. En dan ben ik benieuwd wat dat jou oplevert. Je mag het hier onder in de comments achterlaten.